welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Vandaag is het echt heel slecht weer, maar we moeten erdoor. Dus gaan we er ook gewoon door. Geen keuze aan. Dat heb je soms al eens een keer. Dus dat je erdoor moet. Ik ga wel mijn botten aandoen, want ik ga niet de nieuwe schoenen aandoen. Omdat ik zoiets heb van ja, als die nat wordt of zo. Nee, ik ben er toch wel wat zuinig mee. Dus mee. Ga je er toch wel wat voorzichtig mee zijn. Want vind ik al belangrijk dat we daar heel zuinig mee zijn met die schoenen. Dus, want ik wil niet dat ze kapot gaan. Hè. Dat zou niet leuk zijn, ook niet trouwens. Dus dat gaan we als eerste doen. Even kijken wat ik. Mondkapje. Oké, belangrijk. Dat we ook een mondkapje hebben. Mondkapjes. Daar ligt een mondkapje. Ik zeg, het is echt vreselijk weer en niet normaal. Mondkapje op. Zo. Nog steeds verplacht. Dus ik val niks aan te doen. Nog steeds verplicht. We lopen hier echt zo heel gezellig. Want de zon is er echt doorgekomen. Ik zie er zelf van dat de zon er doorgekomen is eigenlijk op zich. Want ik had het niet door, alleen niet verwacht. Omdat het echt zo heel slecht weer was. Dat is echt iets voor ons al mee. Dus we staan echt wel warm. Zie je, staan met een andere ronde. Ja, wat is hier? Ik beschiet er zelf van dat het zo warm is. We gaan trouwens met de extra ding voor stiften te kopen. Dus dat gaan we doen. Dus. Ik ben ondertussen ook klaar. Ik stop. Dus. We moeten zo van die speciale stiften hebben, zo stiften. Ook voor mijn petekind. Dus ik ben aan het kijken wat dat kan je combineren namelijk. Ik heb er wel gehad, maar er waren weinig kleuren. En ik kleurde zo graag mee, dus ik ga even kijken of we die vinden. Alle soorten bijscholingen die je doet als verpleegkundige er ook bij altijd. Dus we gaan eens kijken welke stiften perfect zijn. En zo. Want het is belangrijk ook dat hij de stiften kan gebruiken. Dus heel veel stiften die je kan zien. Kleine stiften, glinsterstiften, waskoos, dat ding allemaal dat je kan zien hier. Dus het moet echt stiften zijn die hij ook kan gebruiken. Dat is wel belangrijk. Maar ik denk niet dat ze hier nu echt zijn. Dus dat is een beetje kijken. Er zijn er ook zo stiften, maar dat is niet zo echt iets voor meneer. Wel goedkoop natuurlijk. Dus ik ga eens kijken. Ik ben daar geweest, maar ze hadden daar die stiften voor Enzo niet. Ja, ik ging op uit van wel, dat ze bij de Belga's. Ik ken ze wel. Zeiden van, de Action kun je altijd krijgen, maar daar hebben ze niet. Ik heb nu wel stiften gekocht omdat ik stiften nodig heb, omdat ik echt stiften zo nood, zo nu zat. Ze heeft wel even aangeschaft. En nog eens voor de konijn ook. Maar ik vind het raar
want ik heb ze echt wel nodig, want ja, de jongen kan voor mij goed met kleuren. Maar ja, ze zijn een beetje leeg en ja, heb ik ze nog steeds niet. Dat vind ik wel jammer. Dus moet ik nog wat verder zoeken. Ik ga ook, ik weet niet hoe laat het is eigenlijk. Dat weet ik niet. Maar dan ga ik eens moeten bekijken. Maar ik vind het wel goed dat de zon er een beetje doorgekomen is eigenlijk. Vind ik wel goed, want vroeger was het echt wel aan het regenen. Nog de brandweer. Dus mijn vinger van gisteren is al iets beter. Allee, beter, toch wel wat pijn. Maar het is wel beter. Eigenlijk. Dus dat wel. Eigenlijk. Ik vind het wel leuk als ze allemaal van die vlagjes opgehangen hebben. Door die steun. Dus dat zal nog een beetje verder zoeken zijn om precies die stiften te vinden die ik nodig heb. Ja, dat zijn zo'n soort stiften, maar dat is eigenlijk zo meer wasco. Maar dan is het eigenlijk minder ook met schminken aan geweld. Hè. Dat doe ik ze, maar je kunt echt goed met tekenen. En hij is daar wel zo meer een krakken om te gebruiken. Omdat dat kind vriendelijk is, als dat al een streep op de tafel komt, over de muren of zo, dan kun je heel makkelijk afwassen. En daarmee zijn die stiften zo ideaal om echt wel te vinden. Maar ik zou niet weten waar ik ze moet vinden. Dus als jij zegt van ik weet waar ze kunt krijgen, laat ook even weten in de comments. Ik ga nog wat verder zoeken om ze toch te vinden. Dus we gaan sowieso straks. Misschien ga ik eens wat vinden dan zo naar de Aldi, dat ken ik. Ook ga eens kijken hoe laat het is momenteel. We zijn echt aan wachten aan de lichten. Dus dan gaan we maar eens weer oversteken. Het is groen, we kunnen over. We kunnen over, het is echt wel. Hallo. Zo. Vanaf hier moet eigenlijk geen mondkapje meer op. Dus vanaf hier geen mondkapje meer op. Zo. Wat een wandeling. Eigenlijk. Je ziet die wolken daar, dat weet wel genoeg. Dus hopelijk blijven die blijven nog even droog. Dus, want het is wel beter als het droog blijft natuurlijk. Hè. Ik ben nu aan het vloggen, dus ben eens benieuwd. Dus het is momenteel, ik kan het echt wel anders waarom het regent. Dus zwaar regenweer. Plotseling gaat de weer niet open. Dus het is echt verschrikkelijk. Ik weet dat we nog naar de Aldi geraken, denk ik. Maar ik ben zo slecht systeemtjes daar bijna niet doorgegaan. Totaal niet. Dus het is echt erg.
even anders. Welkom bij de shop, kieken. Amai. Dus we zijn al die nog gehaald, maar het is echt verzet. Het is echt niet. Buiten is het echt zwaar om het regenen. En ik zat er dus middenin. Dus, dat is het resultaat. Helemaal nat. Dus, we gaan naar de kassa. En dan gaan we het aan afrekenen. Echt verschrikkelijk vandaag. Het is echt een rot. Ja. Alleen niet om te zeggen rot, maar het is daar. Met het regen weer en zo. Let's nat. Dus, niet normaal. Echt niet. De rest had dan ook zo goed weer, hè. Dat echt tot alles nat. Oh, wat moet ik even indenken? Ben ik nat? Dus dat is echt niet verzand. Dus, hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Doe dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. Het was op een gegeven moment gewoon niet meer mogelijk om te vloggen, maar het is gewoon het water. Dat is echt veel te veel nat dus, maar ik hoop dat je toch genoeg hebt van deze leuke video.